krijgt toch altijd weer de kriebels als je dat ziet. Ze hebben iets tastbaars. Hè? Ze hoort ook alleen maar verhalen op school. Nu kunnen ze ook dingen zien en voelen. Hier binnen in het museum zijn al die vlakstukken te bewonderen. Allemaal met een eigen verhaal erbij. Vaak heel interessant, omdat wij wonen hier in de omgeving en dan denk je van ja, we hebben al jaren er langs gereden, op en neer naar het werk en nu weten we eindelijk wat daar vroeger allemaal gebeurd is. Het is natuurlijk een onderdeel van het UNESCO. Monument, een stukje cultuurhistorie. En voor de gemeente halen we meer een heel belangrijke plek, omdat eigenlijk met het fietspad wat we over de A4 krijgen, we een fantastisch recreatieve route hebben gekregen in de Haarlemmermeer. Nou, eigenlijk hebben we het weer teruggebracht in de staat zoals het vroeger was. Asfaltweg, klinkers erin, het hekwerk zoals het toen was. Dus ja, het begint er eigenlijk steeds meer uit te zien hoe het vroeger was. Die vesting hier, dat vind ik ook heel mooi. Een mooie entourage eigenlijk. Dat vind ik best wel leuk. Dan kan je nog een beetje weten hoe het vroeger was in de oorlog. We zijn er ontzettend, ontzettend blij mee natuurlijk. Er zitten nu een paar vrijwilligersorganisaties onder het museum Crash. Die houden zich vooral bezig met vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar als straks ook het fort nog eens een keer opgeknapt is, nou, dat is echt super.